De mensen weten niet meer wat liefde is. Wat er is zich te geven, geven, geven. Ze willen hebben, krijgen, nemen. Zich uit leven, tenslotte normloos. En dan leek het misschien in het begin zo moe, hè. Voor wie er van buitenaf tegenaan keek. En misschien was het in het allereerste begin nog wel mooi. Leek het hartelijkheid en blijdschap en harmonie. Ja, dat wil nog wel zolang de zon schijnt. Het allemaal op wieltjes loopt. Maar er komen de tijden dat de zon niet meer schijnt. Ja, die tijden die komen, jongelui. Dat de zon niet meer schijnt. Zeker ook wanneer we sterven gaan. En dan komt daarna ook nog het oordeel van de jongste dag. En wat houdt daarin dan stand van alles wat wij hebben gepresteerd, van alles wat we hebben gebouwd? Vinden wij daarin dan nog beschutting en veiligheid? Of spoelt het dan allemaal weg? En wij zelf mee in de bankier van Gods gericht. Gemeente, broeders en zes jongelui, alleen dat levenshuis doorstaat alle levensstormen en is bestand tegen alle waterstromen die er tegenop botsen, dat op een rots gegrond is, op de rots der eeuwen, Jezus Christus. Die rots die onbreekbaar blijft staan, zelfs als alle bergen wijken en alle heuvelen wankelen. En wij bouwen alleen maar op dat vaste fundament als wij de woorden van de Heer Jezus horen en doen. Zo staat het hier immers: aan ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En deze mijn woorden die we dan moeten horen en doen, gemeente, dat zijn dan allereerst de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de bergrede. Ik zei het zo pas al even bij de schriftlezing, we hebben het slot hier van de bergrede. Die bergrede die begint bij het begin van hoofdstuk 5 van Mattheüs, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7. En die bergrede, dit is eigenlijk de grondwet, zou ik willen zeggen, voor het koninkrijk der hemelen. Ik kan er nou maar even enkele markante dingen eventjes uithalen. Dat we zeggen dat Christus hier bijvoorbeeld oproept in die bergrede om geen schatten te vergaderen op de aarde, maar in de hemel. En dat de Heer Jezus ons waarschuwt dat we toch niet ons hart zullen zetten op eten en op drinken en mooie kleren en zo. Maar dat doen de heiden, zegt de Heer Jezus. Zoek gij eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen niet toegeworpen worden. En in de bergrede roept de Heer Jezus ons op. Dat we toch zullen ons wachten zullen voor de valse profeten. Valse profetie. Om te luisteren naar de prachtige profetie. Zin van bergrede. Maar gemeente, wij mogen deze bergrede en niet uitpellen uit het geheel van de woorden van de Heer Jezus.
Je hebt wel zogenaamde bergreden christenen. Die leven alleen maar bij de bergreden. Maar dat zijn geen rechte christenen. Want die pellen die bergreden uit het geheel van de Bijbel uit, en dat mag niet. Want het woord van de Heer, dat is één. Alle woorden van de Heer Jezus. Daarna zullen we moeten luisteren, die moeten doen. En niet alleen van de woorden van de Heer Jezus zelf, maar ook van zijn discipelen, van zijn apostelen, van zijn profeten. Toen de Heer Jezus die 70 uitzond, 2 aan 2. Toen zei hij tegen hen: en wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort hem die mij gezonden heeft. En zo zullen we moeten luisteren, gemeente, ook naar hen die de Heer gezonden heeft. Die zijn woord brengen. Om die woorden te horen en te doen. Wie naar de woorden van de Heer Jezus niet horen wil. Zelfs niet horen wil. En dat zijn er vandaag ontzaglijk veel mensen. Wat is er niet ontzettend veel onkerkelijkheid. Wat zijn er niet veel mensen die helemaal gebroken hebben met hun hele verleden met het christendom. Die Bijbel die doet er niks meer en die zegt er niks meer. Kijk, er zijn onder mensen die ontzettend veel presteren, gemeente. Bekwaamheden hebben ze tot en met. Maar alles wat zij bouwen, alles wat zij presteren, dat valt als een katerhuis in elkaar. Vroeg of laat, zeker in de jongste dag. Maar gemeente, dit is allereerst een woord voor onszelf. Die wel het woord van de Heer horen. En wij horen dat woord van de Heer. We horen het elke week. We horen het thuis als in de Bijbel gelezen wordt. Daar zijn we er niet mee. Wij moeten de woorden van de Heer horen en doen. En dat doen van de woorden van de Heer Jezus, dat is maar niet een beetje vroomheidsbedrijf. Dat is niet maar stipte kerkelijkheid dat we zondags 2 keer naar de kerk gaan. Een steile rechtzinnigheid. Zo moet het zijn, zo is het altijd geweest en zo zal het gaan. U bent er ook niet klaar mee met het doen van de woorden van de Heer Jezus. Wanneer u zich inzet voor allerlei activiteiten op het terrein van kerk en van zending en van school, dat brede terrein van Gods Koninkrijk. Want vlak aan onze woorden, aan zo'n tekstwoorden gaat vooraf. Kijk maar eens even in uw Bijbeltje nog, dat is vers 21. Vreselijk belangrijk dat we dat erbij nemen. Want ons tekstwoord staat in een bepaald verband natuurlijk. Dat is vers 21. Daar lezen wij: niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Nou komt het. Velen, niet maar een paar, niet maar enkelen, maar velen zullen te die dagen zeggen, tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Heere, ik was een dominee, ik ben zoveel jaren dominee geweest. En in uw naam boze krachten, boze geesten uitgedreven, allerlei zonden kwaad bestreden. En in uw naam ook veel krachtiger dan: Heer, wat heb ik niet tot stand gebracht, wat heb ik niet gepresteerd, dit en dit en dit. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Dat kan dus ook nog eens een keer, gemeente. Zeer actief zijn in het Koninkrijk der Hemelen en dan toch wetteloos leven. Want wetteloos leven, gemeente, dat gaat niet altijd alleen maar ruw en grof. Zullen we dat vandaag zoveel zien, hè? Allerlei seksuele uitspattingen. Miskenning en ondergraving van het gezag.
belastingontduiking, steunfraude en noem je maar op. Maar wetteloos leven, dat is alle leven waarin je niet de Heere zoekt, maar jezelf. Wetteloos leven, dat is leven en werken zonder de waarachtige liefde tot de Heer en zijn dienst. Dat is wetteloos leven. Want de vervulling van de wet is de liefde. En waar dus die vurige liefde ontbreekt tot de Heer en zijn dienst, om ons leven vruchtbaar te maken voor de Heer, dan kunnen we ons nog zo inspannen, maar als we daar onszelf zoeken, onze eigen eer, eigen grootheid, eigen glorie, om er wat te presteren, om van de mensen gezien te worden, hoe dan ook, dat is wetteloos leven. En als we zo wetteloos leven, dan is het toch zand. Dan is het los zand waarop ons levenshuis bouwen. Dat zomaar wegspoelt. Dat wegstuift voor de wind. En alles wat wij daarop gebouwd hebben, op dat zand, stort vroeger of later in. En de val van dat machtige bouwsel zal groot zijn. Ruïneus. Gemeente, het woord van de Heer horen en doen. Dat is allereerst komen tot hem. Op zijn roepstem. Tot de Heer Jezus. Als onze eigen heiland en Heere. Met de belijdenis, mijn Heere en mijn God. Heer, verzoener van mijn zonden, heiland die me hebt gezocht, die mijn boeien hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht. En dan vanuit dat vrijgekochte leven, dat verloste leven, de Heere dienen, broeders en zusters, jongelui. Praktisch christendom. Dat de mensen aan ons kunnen zien dat we anders zijn dan anderen. Geen ijl humanisme, maar levend christendom als kinderen van het Koninkrijk der Hemelen, dat nieuwe leven, waarin Christus het leven van ons leven is en al meer wordt. Kijk, laten dan de waterstromen maar komen en op losbeuken ruwe stormen mogen dan woeden, zelfs de stormen van de jongste dag. Wat winden dat er ruisen, wat regen dat er plast. Elk huis dat op dat fundament gebouwd is, staat onwrikbaar vast. Wees dan niet zo'n dwaas. Mijn broeder, mijn zuster, mijn jongen, mijn meisje, die maar bouwt en bouwt, maar het fundament vergeet, het fundament verwaarloost, daar maar een beetje de hand mee ligt, maar wees verstandig. Dat wil hier zeggen, reken ermee waar het voor alle dingen op aankomt.
bij de bouw van uw levenshuis. Besteed eerst en vooral aandacht aan het fundament dat u bouwt, dat jullie bouwen, jongelui, op een rots. De rots. Jezus Christus. Daarvan zegt de Heer Jezus. En zijn woord is een belofte. Zijn woord is een verzekering. En de regen viel neer. En de stromen kwamen. En de winden waaiden. En zij stortten zich op dat huis. En het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. Amen. Samen de Heere danken. Wij danken u, Heere, dat we vanmorgen ook nu weer uw woord mochten verkondigen en horen. Uw indringende waarschuwing dat we toch ons levenshuis zullen bouwen op een vast fundament. Heere, geef u dat wij allemaal, jong en oud, die waarschuwing goed in de oren knopen. En dat we ook dit woord van u horen en doen. En daar doorlopend voor onszelf, voor onze kinderen ook, de volle aandacht aan besteden, aan dat fundament, die rots. De rots der eeuwen, Jezus Christus, om daarop ons levenshuis te bouwen, Heer. Heer, help je ons daarbij. En houd ons daarbij. En geef dat we dan zo, dat zo ook ons levenshuis niet wegspoelt in de bankier van uw gericht, maar naar uw belofte staat vast gegrond op de rots der eeuwen. Amen. Want God de Heer zo goed, zo mild is allen tijden, zon en schild. Hij zal genade en eer geven, welzalig Heer die op u bouwt, en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, het zesde vers, onze slotzang. Thank you.
Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Here. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Mm-hmm.